Ik ben weer eens even terug bij Opel. En nu niet voor de Opel Ampera, maar de Opel Ampera E. Een volledig elektrische auto. Oh, wat gebeurt? Opel is nu niet meer van General Motors, maar van de Peugeot groep. En ik ga dus gewoon even mijn Tesla Model X opgeven. Ampera een weekje rijden. Een stuk compacter dan de Tesla. Perfect voor Nederland. Ja, deze laadpaal, dit is volgens mij een hele slechte laadpaal van 3,3 kWh. En ik heb ook maar gehoord dat hij met een gewone laadpaal niet snel laadt. Ik krijg de sleutel mee. Kabels voor 220 volt, yay! Wauw. Eens even kijken hoe lekker dit zit. Dat zit vorstelijk nu. Dit is minimaal 280 kilometer wanneer je zeg maar alle kracht die aanwezig is gebruikt. Oh ja. 342 en maximum 403. Normaal is 403. Dat ging zonder problemen, maar Android Auto bestaat niet. In Nederland is dat nog niet door Google vrijgegeven. Acceleratieknop, de L, en dan remt hij stevig op de motor. Knopje achter waarmee je zelfs kan stoppen helemaal. Gaan we uitproberen. In hoeveel energie die gebruikt, waar help. Hoeveel kilometer per 100 kilowattuur? Your own navigation and bring your own media. Er zit wel 4G simmetje in. En je kunt ook wifi krijgen in de auto. Dat is hartstikke leuk. En dat gaan we zo meteen ook even testen. Leuk. Ik wil het autonomous rijden uitproberen. Dat moet werken. Dan gaat die 204 horsepower gaat gewoon even laten zien wat hij kan. OnStar. En dan heb je wifi in de auto. Voor meer informatie over uw wifi-hotspot instellingen verwijzen we u naar de handleiding voor de eigenaar. Zo, ik zit in de autopilot, maar dat is toch wel een hele beperkte. Hij gaat van de ene kant naar de andere kant en ik moet hem vasthouden. En voor de rest heeft hij geen adaptive cruise control, maar hij rijdt wel gewoon hartstikke lekker. Prima elektronica. Ik ga nu naar Zwolle op en neer. Ik ga eens even kijken of hij die 500 kilometer haalt. Ik ben er heel blij mee. Oh, het stuurwiel nu vast. Nee, niet eraf. Hij ziet eruit alsof hij gewoon gelimiteerd is. Even kijken hoor. De sport. Ja, sport. Nou, hij rijdt 156 kilometer per uur. Maar de range van deze auto. Iedere accountmanager kan hier gewoon perfect mee rijden. Als jij gewoon van ja, Breda, Zwolle, Ede... En dan weer terug naar Amsterdam zonder te laden. Bij alle fastnets kun je gewoon terecht. Hij heeft gewoon mooie elektronica. Er is maar één nadeel. Google Android Car Auto. Android zit er niet op. Waardoor je geen navigatie hebt. En daar word je helemaal gek van. Want dan moet je de hele tijd op je telefoon zitten klooien. Om op een gegeven moment te navigeren. Nou, dat is echt waardeloos. De Opel Ampera E is in ieder geval groot genoeg om ook gewoon 20 miners en voedingen in op te slaan. Dus 20 altminers. Hij zit wel helemaal vol.